Ja, kijk, het is natuurlijk altijd heel erg leuk om een mooi bosje bloemen te krijgen of een leuk kaartje. En vooral in deze tijd. Nou, we gaan weer een hele mooie bos wegbrengen zoals u ziet. En namens winkelcentrum Hart van Zuid. En deze komt bij Melia vandaan en de andere keer komt hij bij Sylvester vandaan. We hebben natuurlijk twee geweldige bloemisterijen op plein. En ik heb een berichtje gekregen van Willeke om deze mooie bosbloemen naar mevrouw Thijssen te brengen. Mevrouw Thijssen is de moeder. Dus nou, dan gaan we dat eventjes doen natuurlijk. Hè. Dat is erg mooi, hè? Moet je kijken, er wordt er alweer vrolijk van. Nou, ik zie, hij kan er al in. Alles opgepast, alles moet gepast. Gepaste afstand. En dat is natuurlijk altijd de vraag, is mevrouw Thijssen thuis? En mevrouw Thijssen is thuis. Mevrouw Thijssen, goedemiddag. Dag. We zijn van winkelcentrum Hart van Zuid. Zo. En we hebben altijd hele leuke acties via de Facebook. Van die leuke like en deel acties. En dan mogen mensen iemand opgeven voor een mooie bos bloemen. Nou. En in dit geval, ja, wie zal dat gedaan hebben? Geen idee, misschien mijn dochter. En uw dochter? Denk ik. Ja, en uw dochter is? De naam van uw dochter? Willeke Thijssen. Willeke Hoving. Ja, nou, Willeke inderdaad, ja. Dat klopt helemaal. Dat dacht ik. En Willeke zegt van, Anno, zou je alsjeblieft naar mijn moeder willen gaan, want ik gun haar gewoon een schitterende bos bloemen. Nou, geweldig. En die wordt u aangeboden door het winkelcentrum Hart van Zuid? Hartstikke leuk. Ja. Goh. Ik denk dat u er wel een mooie vaas voor heeft, hè? Jazeker. Kijk, dankjewel. Willeke, hij is goed terechtgekomen in ieder geval. Wilt uw dochter nog iets zeggen? Hoe dan? Ga je dat verder doen? Kunt u dochter nu vertellen? Lief, het vindt hartstikke lief van je, maar dat weet je, hè? Nou, heel kus, goed. Kus, kus, kus. Heel veel kussen. Dankjewel, en, dankjewel. Ook aan mijn schoonzoon. Bij deze in ieder geval. Zoek u een vaas op en dan. Ik doe dat, dankjewel. Oké, okay. Wensen jullie nog een fijne dag, mevrouw. Ja, geweldig. Dat is een best zware bos, hè? Moet ik dat afsnijden? Even een stukje afsnijden nog. Geweldig. En vooral in deze tijd, een beetje kleur in huis is toch heel goed, of niet? Heel fijn. Oké, okay. Fijne dag nog, mevrouw. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Wil ik hem ook bedanken, hè? Doei.